En het hijjet-team onder leiding van Gerald van Embrix heeft vandaag een persbriefing gehouden over de helikopter die sinds 23 mei 2015 werd vermist en afgelopen woensdag is gevonden in het bos van het Matawai-gebied. Aan boord waren de piloot Donovan van Embrix en technicus Riatno Kerto di Cromo. Omar Terborg, voorzitter van de RVC van Hijjet Helicopter Services, vertelt dat zowel het ministerie van Justitie en Politie als de luchtvaartautoriteiten nog bezig zijn met het onderzoek. Voorlopig kan worden gesteld dat de helikopter geëxplodeerd is. Maar om terug te komen op de plaats des onheils, wij hebben dus inderdaad delen, twee skeletten aangetroffen. En misschien 10% van die hele helikopter. Het bleek dat wat we hebben aangetroffen van die helikopter was de rotor met die blades. Dat de rotor is waar die blades aan bevestigd zijn. De blades waren ook uitgebrand, alles was uitgebrand. De twee motoren, het was een twin engine. Een twin engine wil zeggen dat twee, een dubbele motor. Ja. En beide motoren waren uitgebrand, de gearbox was uitgebrand en we hebben particles, dus delen van die helikopter, hebben we op 30, 40 meter verwijderd van de plaats zelf, hebben we ze aangetroffen. Dus wij vermoeden dat zaken uit elkaar zijn gespat. Omar Terborg, Hijjet-eigenaar-directeur van Embrix, hoopt dat nu de helikopter is gevonden, er een einde komt aan de reus rondom het incident. Al 2,5 jaar ons best deden en alles wat we hadden inzetten om die jongens te zoeken, werden we steeds met de benen naar beneden getrokken. Dat het een opzet was. Ik heb zelf gisteren begrepen dat het nog besproken was, dat dit ook weer een opzet was. En wat hij al zegt, dat het te maken had met drugs. En dan was het drugs van de regering. En dan waren het stembussen. Er waren geen stembussen in de helikopters. Er waren mensen vervoerd met de helikopters. 14 mensen, waaronder 2 politieagenten. Die daar de boel in de gaten moesten houden. Wat betreft het stemgebeuren. Ik ben er ook van overtuigd geweest dat als deze vlucht zich niet had plaatsgevonden, dat het heel stemgedoe misschien anders gelopen was. Maar goed, dat is politiek, daar hebben wij niks mee te maken. Op het moment dat wij te horen hebben gekregen dat het toestel vermist was, hebben we alles ingezet. We hebben 3 helikopters ingezet, die hebben meer dan 1000 uur gevlogen. En die hebben, ik weet niet precies hoeveel, maar ik weet dat het meer dan 2,7 miljoen is ingezet om dus ons best te doen. Dat is dus directeur-eigenaar van Hijjet Helicopter Services, Gerald van Embrix, vandaag tijdens de persbriefing over het vinden van de helikopter die sinds 23 mei 2015 werd vermist.